Ja, dat is een goede vraag. Is er meer tussen hemel en aarde, meer dan wetenschappers meten? Of um, is dat wat gemeten en gezien wordt, alles wat er is? We zijn vorige week, misschien was je hier toen ook, begonnen met een nieuwe serie, ik geloof in. En ik zei vorige week al, wat daarop volgt op die woorden ik geloof in, heeft niet per se of hoeft niet per se iets te maken te hebben met religie. Want het woord geloven betekent in eerste instantie de overtuiging dat iets waar is of bestaat. De overtuiging dat iets waar is of bestaat. En dat kan natuurlijk over heel veel verschillende thema's en onderwerpen gaan. In deze serie zullen we ons dus ook beperken tot een aantal thema's en denkrichtingen die voor velen en misschien ook wel voor jou, zoals je hier zit, richtinggevend zijn in je leven. Of die je een bepaalde. Hou vast bieden, en dat kan ook wel zijn waar we het vandaag over hebben: de wetenschap. Ik geloof in de wetenschap. Is misschien wel een uitspraak die je zelf zou kunnen doen. Ja, het kan ook zijn dat de wetenschap je totaal niet interesseert of dat je er helemaal niet bezig bent. Misschien vind je de wetenschap, net als ik, geweldig om mee bezig te zijn en om over na te denken. Wat je ook van vindt. je hebt iedere dag te maken met dingen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke ontdekking en wetenschappelijk onderzoek. Of het nu je mobiele telefoon is, die eigenlijk bestaat bij gratie van een heleboel wetenschappelijke ontdekkingen... en daarna vanuit die ontdekkingen eh, ja, de, de, de uitvinding van hoe dan die ontdekking te verwerken... zodat we een telefoon kunnen gebruiken... Of het gaat over de operatie die je misschien hebt ondergaan of moet ondergaan. Dat staat ook bol van wetenschappelijke ontdekkingen. Het vliegtuig waar je mee op vakantie gaat, geldt dat voor de E-nummers in je eten. He, soms hebben we het allemaal niet in de gaten wat er allemaal in zit. Maar een hele bol dingen die erin zitten hebben ook te maken met dat wat de wetenschap ontdekt. En wat weer wordt toegepast om houdbaarheid te vergroten of, of, of een andere manier van bederf tegen te gaan. De kleding die je draagt, de bijbehorende wasmiddelen die je gebruikt of de machines die je gebruikt, het zit allemaal bomvol met dingen die vanuit wetenschappelijke ontdekkingen naar voren komen. De twintig weken echo die je had bij de verloskundige. Je moet moeders kijken naar dit plaatje en zeggen meteen, Peter, dat is echt geen twintig weken echo hoor. Ja. Nee, dit zal wel ergens zo 38 weken zijn of zo of nog korter. Ik snap het, maar ik vond het een mooi plaatje dus. Ja, maar ook dat is allemaal ja, omgeven door dat wat de wetenschap ontdekt heeft. GPS-satellieten, we gebruiken het allemaal. He, satellieten die aangeven met elkaar waar, wij ons, waar, waar onze positie is en hoe we van A naar B kunnen gaan. Ons hele routesysteem in de auto werkt daarmee. Het zijn allemaal uitvloeisels van de wetenschap. Ja, ik vind wetenschap onvoorstelbaar fascinerend. Eh, fascinerend natuurlijk, maar. Vaccinatie heeft ook te maken met de wetenschap. Ja. Uh, wat wordt er onder wetenschap verstaan? Ik heb twee definities. De eerste zegt dit en die omschrijft het vrij breed. Onder de wetenschap wordt zowel verstaan de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis. Dus alle kennis die is vergaard, die wordt geordend, die wordt geverifieerd, gecontroleerd of ze waar zijn en dergelijke. Uh, maar nog meer, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving. Dus op welke manier wordt eigenlijk de kennis, uh, uh, komt de kennis tot ons? Op welke manier ontdekken we dingen? Doen we dat door proeven te doen? Doen we dat door waarnemingen? Door archeologie? Dus door te graven of wat dan ook? Op welke manier vergelijken we het dan met elkaar en, en komen we erachter of het echt is of niet echt? Blijft het een theorie of wordt het kennis? En als laatste de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Dus de groep wetenschappers met elkaar. Het valt allemaal onder wetenschap. Dus de kennis zelf, hoe het is verkregen en de mensen die het hebben vergaard. Dat zegt deze definitie. Een andere definitie zegt dit over wetenschap. Wetenschap ook weer is geordende kennis van de werkelijkheid. Oftewel, wetenschap creëert zelf niets, maar ontdekt wat er al is. En beschrijft wat er al is en beschrijft hoe dingen werken. Haar ideaal is objectiviteit en algemene geldigheid. Er is een voortdurend streven om meningen en hypothesen, dus vooronderstellingen of theorieën, door toetsing tot wetenschap te verheffen. Dus je toetst het net zo lang tot je zegt, ja, nu kunnen we er niet meer omheen, het is echt waar. Ja, de uitspraak, ik geloof in de wetenschap, het thema van vandaag, gaat voor mijzelf ten dele op. Ik zei al, ik ben er ontzettend enthousiast over wat er allemaal ontdekt wordt. Maar erin geloven, mijn vertrouwen opstellen, dat is maar ten dele zo. Er zijn veel wetenschappelijke ontdekkingen die ik voor waar aanneem. Die ook aantoonbaar waar zijn. Maar er zijn ook veel wetenschappelijke beweringen die, ja, waar ik moeite mee heb, moet ik zeggen. Zeker wanneer er dingen worden gepresenteerd als kennis of als waarheid, terwijl het die toets eigenlijk niet kan doorstaan. Omdat ze in werkelijkheid misschien niet meer zijn dan een, een theorie, soms zelfs een vage theorie, maar in veel gevallen wel al worden gepresenteerd als wij weten inmiddels dat. Natuurlijk vind ik dat vooral lastig, en dat kun je je voorstellen wanneer deze soms uitermate vage theorieën. Als waarheid worden verkondigd, maar haak staan op fundamentele onderdelen van een boek wat voor mij veel meer betekent. En dat is de Bijbel. Nu is de Bijbel geen wetenschappelijk boek. Maar bijbelse uitgangspunten of bijbelse uitspraken of beweringen en wetenschappelijke claims komen elkaar natuurlijk wel tegen. Dat is logisch. En daar ontstaan ook soms flinke clashes. Soms ook helemaal geen kles. Soms bevestigt de een de ander. Is een, is een uitvinding of iets wat, wat zichtbaar wordt gemaakt, wat wordt ontdekt, hetgene wat de Bijbel eigenlijk bevestigt in zijn uitspraken. Een voorbeeld hiervan is in de 17e eeuw werd de hydrologische cyclus, je zou kunnen zeggen de waterhuishouding van de aarde, voor het eerst wetenschappelijk aangetoond. Daarmee werd bevestigd wat er in de Bijbel, deels al 2500 of soms deels 3500 jaar eerder, eigenlijk redelijk precies is omschreven. En daarmee versterkt het eigenlijk elkaar of bevestigt het een het ander. Salomo, de zoon van koning David, koning Salomo, schreef 900 jaar voor Christus, bijna 3000 jaar geleden, het volgende. Hij zei, alle rivieren stromen naar zee en de zee raakt niet vol. Wij snappen dat, wij, wij weten hoe dat werkt. We hebben dat op school geleerd. Maar Je kunt je voorstellen dat ook de mensen die dit lazen dachten, van, ja, hoe werkt dat eigenlijk? <coughs> Al die rivieren stromen maar naar de zee. Maar de zee wordt eigenlijk helemaal niet vol, je ziet nooit iets terugstromen. Zou er een putje zijn ergens of zo, waar het, door het via terugstroomt of wat dan nou? ook. Naar de plaats gaat uh, Salomo verder, waar ze begonnen zijn, keren de vieren terug om opnieuw te gaan stromen. Ik kan me voorstellen dat dat wel vragen oproept. Ik heb nog nooit de Noord rivier die kant op zien stromen, dus hoe komt dat dan terug? Nou, ook dat beschrijft de Bijbel al in 1700 voor Christus, staat er in het boek Job. Want hij, en daarmee wordt God bedoeld, trekt de waterdruppels omhoog. Dat is geen wetenschappelijke uitleg, maar wel wat er in wezen gebeurt. Trekt de waterdruppels omhoog welke de nevel verdichten tot regen. Die de wolken doen neerstromen en doen druppelen op vele mensen. En eigenlijk is dan die hele cyclus, die pas in de 17e eeuw echt werd aangetoond, uitgelegd. De hele waterhuishouding is een ongelooflijk ingenieus proces. Alleen al het transportsysteem, waar wij direct tankwagens en grote pompen en leidingen voor nodig hebben, worden miljarden liters water iedere dag getransporteerd. Het gewicht van de wolken. Zelfs al van een niet zo grote cumuluswolk, zoals je hier ziet, kan gemakkelijk een miljoen liter water bevatten. Dat is het gewicht van 200 olifanten, wat dus over je heen komt, zo. Je zou bijna uh, gebukt gaan lopen. Nou komt het ook wel naar beneden, maar gelukkig dan in druppels. Of eigenlijk vinden we dat meestal niet zo fijn als het overdag valt. Maar het is een ongelooflijk ingenieus systeem. Hoe dat getransporteerd wordt, hoe zo enorm veel gewicht gewoon over ons heen zweeft. En aan de andere kant waar ze neerkomen, de rivieren weer vullen, die weer stromen naar zee. Overigens beschrijft deze ontdekking wel hoe het werkt, maar niet waarom het werkt. En dat zie je in de wetenschap bijna altijd. De omschrijving wel van hoe dingen werken, maar niet waarom. Waarom het werkt. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de wet van de zwaartekracht. Die kennen we allemaal, daar hebben we allemaal mee te doen. Als dus je iets laat vallen, valt het meestal niet omhoog maar naar beneden. En nou, dat is op een gegeven moment ook beschreven. Voor ons is dat natuurlijk logisch dat het gebeurt, maar dat wil niet zeggen dat we het begrijpen. Nou, een grote geleerde uit de geschiedenis, Isaac Newton. Uh, die omschreef dat. Later is dat nog uitgewerkt verder door Einstein met de relativiteitstheorie en zo. Maar Newton begon daarmee om dat te omschrijven en uit te leggen, te ontdekken en te berekenen. Maar Newton was wel zo eerlijk om te zeggen dat hij de zwaartekracht wel kon beschrijven en berekenen, maar niet kon verklaren. En dat is tot op de dag van vandaag zo. Hij zei: de ontdekking van de zwaartekracht kan niet uitleggen wie die beweging in gang heeft gezet. Hij zei, God is de drijvende kracht achter alles. Dus ook achter de zwaartekracht. En ik hoop dat deze ontdekking grote dekken, denkers zal bewegen in God te gaan geloven. Dat was wat Newton zei. En dat is misschien ook wel gebeurd. Geen idee. Maar het was wel een verlangen van hen. Maar de ontdekkingen rondom de zwaartekracht worden soms ook juist gebruikt om God uit te sluiten. Een omgekeerde beweging. De vorig jaar overleden geleerde Stephen Hawking maakte met de kennis over de zwaartekracht een hele andere beweging. In zijn boek The Grand Design, dat is een beetje een aparte titel voor iemand die een overtuigd atheïst is, maar hij heeft het geschreven en deze titel gegeven. Daar zegt hij: de Big Bang, dus de theorie rondom het ontstaan van het universum. Was het resultaat van diverse onvermijdelijke fysische wetten, en er is geen goddelijke kracht nodig om de vorming van ons universum te verklaren. Daar is hij zeer stellig in. Tevens hebben we geen God nodig om te verklaren waarom het universum ontstond. Schrijft hij later in het, brief, in het boek nog. Herhaalt het een paar keer. En dan gaat hij verklaren waarom het wel is begonnen. En daarin betrekt hij de zwaartekracht. Hij zegt, omdat er een wet is zoals zwaartekracht, omdat er een wet is zoals zwaartekracht, kan en zal het universum zichzelf vanuit niets creëren. Sorry? Omdat er een wet is zoals zwaartekracht, kan en zal het universum zichzelf vanuit het niets creëren. Nou, je moet het een paar keer lezen voordat je begrijpt wat hij bedoelt en dan snap ik het nog niet. Hoe dan? Uit het niets. Nou, als reactie op deze uitspraak schreef de grote wiskundige professor Dr. John Lennox het boek God en Stephen Hawking. Dat zie je continu. Ze schrijven geen brieven aan elkaar, ze schrijven boeken over elkaar. Dat is misschien ook wel voor de verkoop, ik weet het niet. Waarin hij aangeeft, deze professor Lennox, hoe logisch inconsistent, dat is netter net om te zeggen dan te zeggen hoe dom. Hoe logisch inconsistent de uitspraken van Hawking zijn, en meer lijken op een poging God domweg te disqualificeren, dan werkelijk iets wetenschappelijks te zeggen. Lennox schrijft in zijn boek: Wat dit allemaal laat zien is dat onzin, onzin blijft, zelfs wanneer de uitspraken zijn van Wanneer het uitspraken zijn van een wereldberoemde wetenschapper. Wat het gebrek aan logica van dergelijke uitspraken verhult, is het feit dat ze door wetenschappers zijn gemaakt. En het grote publiek, niet geheel verrassend, aan dat, neemt aan dat het wetenschappelijke uitspraken zijn en neemt het aan als waarheid. Daarom is het belangrijk erop te wijzen dat het geen wetenschappelijke uitspraken zijn. En dat elke uitspraak, al dan niet gemaakt door een wetenschapper, moet worden onderworpen aan een logische analyse. Immense prestige, en dat is natuurlijk uh, Stephen Hawking, heeft immense prestige en autoriteit, compenseert geen foute logica. Nou, hij heeft er een heel boek over geschreven, waarin hij eigenlijk dat boek wat Hawking heeft geschreven. Stelselmatig weerlegt en onderwerpt aan de logica, en laat zien hoe onlogisch de dingen soms zijn die worden uitgesproken. Voor veel mensen is de theorie over het ontstaan van de wereld, die, ons, die, die ja, op een gegeven moment gepresenteerd is, een reden om geloof in God los te laten en niet echt meer serieus te nemen. Zeker als je gelooft dat alles uit niets is ontstaan. Uh, de Big Bang-theorie, de oerknal en dergelijke. Uh, ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat je gaat twijfelen van oké, okay, is dat verhaal in de Bijbel of is dat dan niet een, een achterhaald verhaal? Is dat, is dat wel waarheid? De wetenschap geeft aan dat tijd, ruimte en materie ooit gelijktijdig moeten zijn ontstaan en dat zo ook het universum is ontstaan. En dat, ik zei al, is de zogenaamde Big Bang of de oerknaltheorie. Het zou 13,8 miljard jaar geleden zijn gebeurd. Hier zie je dan zo'n tekeningetje waar helemaal links die knal is. En langzamerhand in die tijd van 14 miljard jaar bijna het heelal al uitdijt en we zijn waar we nu zijn. Tijd, actie, kracht, ruimte. En materie zouden de ingrediënten zijn die aan dat ten grondslag ligt. Ik dacht, dat is mooi, want God wordt hier niet in genoemd, maar wordt ook niet uitgesloten. En in wezen komt deze opzomming wel aardig overeen met het eerste vers uit de Bijbel. Want daar staat, in den beginnen, schiep God de hemel en de aarde. In den begin is tijd, schiep is actie, God is kracht, de hemel is ruimte en aarde is materie. Dat is een mooie omschrijving van hoe de dingen ooit zijn ontstaan. Het spanningsveld wat overblijft tussen de wetenschap en de Bijbel, is dat de wetenschap zegt dat alles spontaan uit het niets. Is ontstaan. Of sommigen zeggen, uit een, een punt zo klein als een, als een stip op een, aan het einde van een zin, met een oneindige hitte en een oneindige uh, dichtheid, hè, zogenaamde singulariteit. En dat zou zijn ontploft en daar is alles uit ontstaan. En de Bijbel zegt dat alles uit God is ontstaan. En geen van beiden kunnen die bewering. Bewijzen. Ik kan niet bewijzen dat het eerste Bijbelvers de waarheid is. Net zo goed als de wetenschap niet kan bewijzen dat de aarde uit niets is ontstaan en dat het leven uit niets is ontstaan. Dat betekent niet dat de ene bewering dus onder het kopje geloof valt en de andere bewering onder het kopje wetenschap. Nee, als je het beide niet kunt bewijzen, maar beide wel aanneemt om verschillende redenen, dan vallen beide onder de noemer geloof. Ik geloof, zegt de wetenschap, dat het zo is ontstaan. Ik geloof, zegt de christen, dat God het geschapen heeft. Beide zijn het geloofsuitspraken. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor het bestaan van het leven. Soms worden dingen gepresenteerd als wetenschap. Maar is het dat ten diepste niet? Professor Dr. Hans Zelhof zegt in een interview in het Nederlands dagblad dit. In veel leerboeken staat eigenlijk dat we wel zo ongeveer weten hoe het leven is ontstaan. Dus dat wordt geleerd, onderwezen in biologielessen en wat voor lessen dan ook op universiteiten. Maar zegt hij, dat weten we niet. De stelligheid waarmee dat facet van de evolutietheorie als feit wordt gepresenteerd, vooral in schoolboeken, is misplaatst. Ik maak wel eens de vergelijking, zegt hij, met het alfabet. We kennen het alfabet als we het van A tot Z kunnen opzeggen en gebruiken. Iemand die alleen de eerste drie letters kan opzeggen, weet ongeveer evenveel van het alfabet als een wetenschapper van het ontstaan van het leven. We weten heel weinig. Maar middelbare scholieren en studenten krijgen te horen dat we het wel weten. En niet alleen over het ontstaan van het leven, nee, we weten nog heel veel niet. Maar nogmaals, er wordt wel vaak gedaan alsof we alles weten. En zeker op terreinen waar het op gespannen voet staat met mogelijk het bestaan van God als bron van al deze dingen. Het gebrek aan bewijs of logica wordt opgelost vaak door te spreken over een enorme hoeveelheid tijd en een toevalsfactor. Zoveel miljoenen of zoveel miljarden jaren en toevalligheden en zo wordt vaak de logica vervangen door tijd en toeval. Maar hoe reëel is het om bijvoorbeeld het ontstaan van het leven aan tijd en toeval toe te schrijven? Dat de dingen maar zo zijn ontstaan. Neem bijvoorbeeld DNA. Dat kennen we allemaal. Um, we hebben er allemaal wel eens van gehoord en wat het doet. 50, 60 jaar geleden dacht men nog dat de DNA in de celkern een afvalstof was. Zonder verdere functie in de cel. Tegenwoordig weten we wel beter. DNA is de belangrijkste chemische drager van de erfelijke informatie. In alle bekende organismen. Niet alleen mensen, maar ook. Planten en dieren. Met een opslagcapaciteit, want het is eigenlijk DNA gewoon een informatiebron die sturend is om het leven daadwerkelijk te laten ontwikkelen zoals we het zien ontwikkelen. Een opslagcapaciteit van informatie waar we in de ICT alleen nog maar van kunnen dromen. DNA zo groot als een speldenknop. Bevat net zoveel informatie als een stapel boeken van hier naar de maan en terug. En dat is 384.000 kilometer om precies te zijn, en dat 240 keer. Zo'n hoge stapel boeken zou je hebben als je alleen een speldenknop-DNA hebt: een geniaal, onnavolgbaar informatie- en instructiesysteem. En informatie, zo omschrijft ook de wetenschap, kan. Nooit vanzelf ontstaan. Dat komt altijd voort uit intelligentie. Je kunt niet verwachten dat tijd en toeval zoveel informatie kan verzamelen. Hoe groot zou de kans zijn als je een hele rij, van mijn part kinderen, achter een computer zet, die willekeurig gaan typen. en dat honderden, duizenden jaren doen, ze nemen het van elkaar over. Hoe groot schatten we de kans in dat daar een werk van Shakespeare uitkomt? Nul. Terwijl een werk van Shakespeare niets is vergeleken bij de geordende informatie die in ons DNA naar voren komt. Nee, tijd en toeval kunnen dit onmogelijk verklaren. Informatie die processen stuurt, zoals in DNA, ontstaat niet vanzelf zegt ook de wetenschap. Van alle informatie waarvan we de oorsprong kennen, weten we dat deze uit verstand en ontwerp ontspringt. DNA omvat instructie voor het ontstaan en vorming van alle organismen. Een nauwkeurige en unieke omschrijving. Ieder mens, paar uitzonderingen, ieder mens heeft een uniek DNA, iedere plant, ieder dier die vanaf de, cel, vanaf de eerste celdeling eigenlijk, of de celdeling zelf, instructie geeft hoe alle bouwmaterialen moeten worden ingezet, hoe ze moeten worden gebruikt om in dit geval een mens te laten ontstaan. Een bouwboek van het leven. De laatste jaren staan er weer heel wat afdelingen van de wetenschap te schudden op hun grondvesten. Want iedere keer als als bepaalde wetenschappelijke ideeën als waarheid zijn gepresenteerd, maar er later toch blijkt dat het misschien anders zit. Dat is voor een theorie niet erg, maar wel als je altijd heel hard hebt geroepen dat het waar is. Ja, dat is lastig en dat gebeurt de laatste jaren. En dat komt door een zekere Erik Verlinde, sommigen noemen het een nieuwe Einstein. Een vrij stevige theorie heeft hij ontwikkeld, die de theorie van de zwaartekracht van Newton de relativiteitstheorie van Einstein, de Big Bang-theorie die begonnen is bij Lemaitre, de theorie over de zwarte gaten van Hawking, maar ook over eh, de donkere materie van Oort, in een volstrekt ander daglicht stelt. Laten we even naar een video kijken van één minuut, waarin hij daar iets over zegt, deze Erik Verlinde. Ik geloof gewoon dat dat idee dat uh, de donkere materie echt een deeltje zou moeten zijn, uh, uiteindelijk niet waar blijkt te zijn. Uh, en dan, ik denk ja, ook dat als men blijft zoeken, dat er ook uh, niets gevonden gaat worden. Verlinde denkt dat donkere materie een illusie is. Sterrenkundigen maken met behulp van donkere materie deze ingenieuze simulaties die mooi overeenkomen met wat we in het echt in de ruimte zien. Maar volgens Verlinde zijn deze modellen gewoon te mooi om waar te zijn. Als men met donkere materie deeltjes probeert te verklaren wat er wordt waargenomen, dan heeft men allerlei vrijheden in het kiezen van hoeveel materie er is, op welke manier het verdeeld is, wat voor schokgolven erin plaatsvinden. Men heeft allerlei manieren om ermee te sjoemelen. En op een gegeven moment kun je natuurlijk wel iets maken wat lijkt op de, op de waarnemingen. En voor mij is dat niet verbazingwekkend, maar dat is niet echt een verklaring van wat er gebeurt, omdat je ja, jezelf allerlei vrijheden geeft om inderdaad om te sjoemelen. De nieuwe theorie van Verlinde neemt radicaal afscheid van het idee dat zwaartekracht verklaard kan worden met materie. Er moet volgens hem een andere oorzaak zijn voor alle energie in het universum: een oorzaak die we niet kunnen zien. Ja, spannend. Een oorzaak die we niet kunnen zien. Er zijn twee dingen interessant in dit filmpje wat hij zegt. En je moet op YouTube maar eens kijken wat hij er nog meer over te vertellen heeft als je het interessant vindt. Ten eerste is een uitspraak dat al deze theorieën, die al jaren als wetenschap worden gepresenteerd en aangenomen, door gesjoemel tot stand zijn gekomen of in stand worden gehouden. Er worden allemaal prachtige animaties gemaakt die uiteindelijk de waarneming laten zien, maar er worden wat dingen bij ingebracht, zoals die donkere materie, donkere energie. Dingen die een beetje spooky zijn, die we niet kunnen zien, maar waarvan we denken dat het er wel is. Maar in wezen zegt hij: het is gewoon gesjoemel om een theorie die je hebt tot waarheid te kunnen verheffen, die geen waarheid is. Ten tweede is interessant dat zijn theorie gebaseerd is op de aanwezigheid van informatie die sturend is. Dat is interessant, want ook dan geldt weer. Dat deze informatie een auteur moet hebben en dat dat hele verhaal van zwaartekracht en alle momenten in het universum, waarop die regels van Einstein en zo niet blijken te kloppen, dat daar een andere sturing door informatie aan dan grondslag ligt. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ik geloof, en dat zou je niet verbazen, dat God de bron is van al deze informatie. Het is ook het enige wat voor mij logisch is. De Bijbel staat, Johannes, een discipel van Jezus, zegt, door het woord is alles ontstaan en zonder het woord is er niets ontstaan. Andere plekken staat dat God um, de dingen uitsprak en het was er. He, dus door informatie, de woorden, door instructie is het ontstaan. Kunnen we dat verklaren? Nee, natuurlijk niet. Dat is niet verklaarbaar. Kunnen we verklaren God zelf? Is God verklaarbaar? Nee, natuurlijk niet. Maar onze logica wijst wel op iets anders dan toeval en tijd. waaruit deze dingen zijn ontstaan. En dit is wat de Bijbel erover zegt. Ik geloof in de wetenschap zolang deze niet conflicteert met de Bijbel. Het mag best op gespannen voet staan, je mag best even zoeken. Maar dat is omdat voor mij de Bijbel een aantoonbaar hogere autoriteit is. Zeker in Blaise Pascal, ik heb hem al honderden keren geciteerd. omdat hij daar geweldige uitspraken over doet. Een grote Franse wisse natuurkundige die zegt het volgende. Het christelijk geloof, zegt hij, is het enige geloof... dat zowel de menselijke reden, dus ons verstand, ons denken, onze logica... als het menselijk gevoel, dus dat wat we intuïtief aanvoelen, echt bevredigt. Het geeft een plausibele verklaring van het menselijk leven... en bovendien beantwoordt het aan de diepste impulsen... Van de mens. Maar, zegt hij daar nog bij in een andere uitspraak, de waarheid, want hij presenteert dit als waarheid, maar de waarheid, zegt hij, is heden ten dagen zo verduisterd en de leugen zo algemeen dat je de waarheid alleen maar kunt, nog maar kunt, kunt vinden als je de waarheid echt lief hebt. Oftewel, wil je de waarheid ontdekken, zul je hem ontdekken. Net zoals God zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Ik geloof dat de wetenschap bij God uitkomt als ze op zoek zijn naar de waarheid. Maar het lijkt erop dat ze, inmiddels heel veel in ieder geval, er alles voor over hebben om maar te voorkomen dat God het antwoord moet zijn op de zoektocht. Paulus, een kerkstichter uit de eerste eeuw, schreef ook wel wat over dit thema. Hij had natuurlijk ook mee te maken met Griekse denkers en filosofen: en Plato en Socrates en Aristoteles. En die zeiden ook van allerlei dingen, waarbij ze soms, niet allemaal, maar ook probeerden God uit te sluiten. Hij zegt dit: hij zegt, God is wel onzichtbaar, dus on, in dat opzicht ongrijpbaar. God is wel onzichtbaar, maar zijn werk alles wat er heeft geschapen, bewijst zijn eeuwige kracht. Net zoals de wind onzichtbaar is, maar het effect van de wind bewijst dat de wind er is. En hoe het dan precies werkt, ja, dat kan een zoektocht zijn, maar dat is wat Paulus hier eigenlijk zegt. Hij zegt, want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan, het bestaan van God, duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Oftewel, als we zoeken in wat zichtbaar is en ontdekken, kan het niet anders zijn dan dat daar een grote intelligentie aan ten grondslag ligt. Dat God bestaat. Je kunt het ontkennen, maar dan moet je je wel, en dat zie je ook veel, in allerlei bochten wringen. Paulus zegt verder, daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Je kunt niet zeggen, ik heb het niet gewust. Je kon het weten, want je hebt. Niet misschien gezocht naar de waarheid. Geen enkele verontschuldiging. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, ook in die tijd, maar zeker ook in deze tijd, wilden ze Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan. En waarom niet? Waarom niet? Waarom willen mensen niet bij God uitkomen? Of waarom willen mensen proberen te voorkomen dat Jij bij God uitkomt. Nou, als je tot de conclusie komt dat God wel bestaat en de schepper is van hemel en aarde en alles wat erop is, brengt dat ook met zich mee dat je God als hoogste autoriteit moet aanvaarden en gehoorzamen. Dat ook Gods waarden en normen voor het leven geldig zijn. En daar schrikken we meestal voor terug. En dat is omdat we ons door de tegenstander van God, ik heb er vorige keer wat over gezegd, hebben laten verleiden te geloven dat God iets van ons wil in plaats dat Hij iets voor ons wil, wat de waarheid is. We hebben ons laten verleiden te denken dat God ons dingen wil afnemen of ontnemen, maar Hij wil ons juist dingen geven. Dat geven wat ons. Echt gelukkig maken. Ten dienste zijn we allemaal op zoek juist naar God. We zijn op zoek juist naar die kaders voor het leven die ons echt houvast geven. De antwoorden op belangrijke levensvragen. We zoeken juist die houvast en de hoop en vrede en rust voor ons leven. En niet te vergeten, echte liefde. Je kent het verhaal van Adam en Eva waarschijnlijk wel. Misschien nooit gelezen in de Bijbel, maar dat verhaal komt op een gegeven moment dit gedeelte in voor. Dat is een leugen, zei de slang. Je zult niet sterven. Wat was er aan de hand? God had tegen Adam en Eva gezegd: je mag van alle bomen in de hof, de hof van Eden, het paradijs, van al die bomen eten en genieten van heerlijke vruchten. Maar er staat één boom, boom van kennis van goed en kwaad. Daarvan mag je niet eten. God zei: op de dag dat je daarvan eet, zul je voorzeker Sterven of zul je de dood sterven? Zowel geestelijk als op den duur ook lichamelijk. Sterven. Je zult sterveling worden. Een proefgebot zou je het kunnen noemen om de mens te toetsen of hij God zou gehoorzamen. Aan de andere kant is liefde onlosmakelijk verbonden met een vrije wil. En die boom creëerde ook een mogelijkheid om die vrije wil uit te oefenen. Die boom stond daar en op een gegeven moment kwam het kwaad. Naar Eva toe, om haar te verleiden om daar juist wel van te eten. En hoe deed hij dat? Hij zei, dat is een leugen dat je daar niet van mag eten. Of dat je zult sterven. Nee, je zult niet sterven. God zegt dat alleen omdat Hij weet dat jullie aan Hem gelijk zullen zijn als je daarvan eet. Je ogen zullen opengaan en evenals even als God zul je het onderscheid kennen tussen goed en kwaad. Oftewel, wat het kwaad hier doet en nog steeds is zeggen: Nee, dat zal niet gebeuren. Nee, God wil gewoon je wat onthouden. God wil iets voor zichzelf houden wat je wel kunt krijgen, maar dat gunt Hij je ten diepste niet en Hij probeert het van je weg te houden. En dan kijken we verder. De vrouw liet zich ompraten, zoals wij ons ook zo vaak laten ompraten en dat geloven. Zij keek naar de boom en zag dat de vrucht eetbaar was en er prachtig uitzag. Zo zijn de verleidingen meestal. Die vrucht kon haar verstandig maken. Niet echt, maar dat had ze net wel begrepen. Althans, aangenomen. Ze plukte wat van de vruchten en at ervan. Ze gaf ook aan haar man van de vruchten en hij at er ook van. Zo zie je maar, als je even niet oplet als man. Je pakt een appel aan of een vrucht aan en je zit met de gebakken peren. Dat is natuurlijk onzin. Adam had een veel grotere verantwoordelijkheid dan Eva in dit verhaal, want deze opdracht of deze, dit verbod was aan Adam gegeven en Adam had het doorgegeven aan Eva. Maar zie je wat het kwaad hier doet? Hij wekt de illusie dat God je iets niet gunt, iets niet wil geven wat je wel kunt krijgen. Dat God dus onbetrouwbaar is, dat Hij niet het goede met ons voor heeft. En daarom passeren we eigenlijk zijn kaders. In die leugen zijn ook veel wetenschappers gaan geloven. Of zijn hoogmoedig geworden, of willen autonoom zijn, willen juist zelf de baas zijn. Eigenlijk de kern van de val van het kwaad zelf. En wat is het gevolg? Paulus gaat verder met zijn verhaal. Hij zegt, zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakte zij het spoor bijster. Dat is eigenlijk precies wat John Lennox zegt tegen Stephen Hawking. In zijn verdwazing raakte zij het spoor bijster. Hoewel zij dachten dat ze alles wisten en alles begrepen, waren ze in werkelijkheid dom. Hij is vrij duidelijk en vrij radicaal. Waren ze in werkelijkheid dom? En niet alleen brengen ze zichzelf daarmee onder een oordeel, maar worden ook nog eens miljoenen mensen verleid door al die wetenschappelijke domheid die er ook is, niet alleen gelukkig, maar ook is. Worden miljoenen mensen verleid om te geloven wat ze zeggen? het is zo totaal anders. Als je de waarheid wilt zien. De beroemde koning David zegt. De hemelen vertellen Gods grote, Gods grote eer. En de wijde luchten spreken over zijn scheppend werk. De dag vertelt het aan de dag en de nacht geeft een kennis door aan de nacht. Het is duidelijk dat dat geen echte woorden zijn. Nee, natuurlijk niet. Je hoort dat niet s'nachts roepen. Het is immers niet te horen. Toch spreekt de hele schepping over God. Die taal hoort men over de hele wereld. Nou, voordat ik zo het laatste stukje afmaken met jullie met gebed eindig, luisteren we naar een lied Creation Calls. Wat eigenlijk gaat over dit wat koning David zegt. Luister maar mee. Ja, een zinnetje in dat nummer zei: How could I say there is no God when all around creation calls? Wat, wat, hoe kunnen we nou zeggen dat er geen God bestaat terwijl alles om ons heen, de natuur, alles wat we zien, de geboorte van een kind, het ontstaan van zoveel dingen, het uitroept dat er een schepper is? Natuurlijk, je kunt God ontkennen, je kunt Gods liefde negeren. Je kunt Gods stem die je roept wegwuiven. Je kunt de uitnodiging die Jezus doet aan ieder mens negeren. Maar uiteindelijk verlies je daarmee alles. Het is Gods diepste verlangen dat we met Hem verbonden zijn. Dat er een relatie is tussen mens en God door zijn geest... Maar hoe het in de geschiedenis is gegaan, ik las er net over, de mens werd verleid door de tegenstander van God. En ja, uiteindelijk ontstond daardoor een scheiding tussen God en de mens, een onoverbrugbare kloof waar de zonde tussenin stond. En God heeft het daar niet bij laten zitten. God had kunnen zeggen, ik heb je gewaarschuwd, ik had je toch gezegd, je hebt zelf de richting gekozen. Nu zoek je het maar uit. Nu zul je voor altijd van mij gescheiden moeten zijn. God had dat kunnen zeggen, maar hij deed dat niet. Lees in de Bijbel, want God heeft zoveel liefde voor de wereld en daar kun je je eigen naam invullen. Want het gaat niet over die bol, maar het gaat over zijn schepping. met de mens als kroonstuk, met jou als kroonstuk daarop. God heeft zoveel liefde voor de wereld. dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Zodat ieder die in hem gelooft. niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is het doel wat God heeft. Dat we niet altijd in deze misère achterblijven, maar dat we in dit leven. De tijd zullen gebruiken om te bepalen waar we in de eeuwigheid zullen zijn. Met God of van Hem gescheiden. God heeft Zijn Zoon Jezus niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van God. Enige zoon. Dat is de reden dat Jezus naar deze wereld kwam. Om deze onoverbrugbare kloof tussen God en jou en mij te overbruggen. En dat kon maar op één manier: doordat Hij met zijn leven de straf betaalde van onze zonde. En dat staat er ook. Christus heeft zelf geen zonde gekend. Maar om ons heeft God op hem de zonde last gelegd, om ons door onze eenheid met Christus rechtvaardig te maken. En Jezus nodigt ons uit, ook vandaag. Hij zegt, kom, laat je niet langer verleiden door van allerlei onzinnigheden die je bij mij vandaan halen. En nee, Jezus zegt, kom, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven, ik zal je geven waar je ten diepste naar verlangt. Jezus zegt ook, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De enige manier om die eeuwigheid binnen te gaan, om die, om die verbroken relatie met God te herstellen, is door te aanvaarden dat Jezus door zijn leven de prijs voor jouw zonde heeft betaald en de keuze te maken om vanaf dat moment Hem te willen volgen, Hem te willen gehoorzamen. Van hem te willen leren. Dat is de uitnodiging. Komt, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Leer van mij, zegt Jezus, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik zal je rust geven voor je ziel. Dat is, dat is wat Jezus wil doen. En voor jou, ik ken jullie allemaal niet, een heel aantal wel. Misschien heb jij die keuze in je leven nog nooit gemaakt. Dan kun je die keuze vandaag maken. Heel eenvoudig heel eenvoudig door duidelijk te maken, dat is wat ik wil. Ik ga straks met jullie bidden en tijdens dat gebed wil ik je de gelegenheid geven om die keuze te maken. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Als jij geraakt bent door deze dingen, als jij voelt en ervaart dat je Hem ook wil volgen, dat je de offer wil aanvaarden, dat je daarna verlangt om ook verbonden te zijn met God. Met zijn liefde, met zijn waarheid, met zijn vrede, met zijn hoop. Dan kun je die keuze zo maken. En tijdens het gebed, als iedereen zijn ogen nog een moment gesloten houdt, wil ik je dan ook uitnodigen om die keuze duidelijk te maken. Zodat het voor jou, maar ook voor de hemel bekend is dat je deze keuze hebt gemaakt. Door dan even je ogen open te doen, oogcontact met mij te maken en duidelijk je hand op te steken. Dat is wat ik wil. Vanaf vandaag wil ik Jezus volgen en hem gehoorzaam zijn. En met God de gebroken relatie met God herstellen. Laten we bidden. Dank u wel, Heere God. Ja, dat u een God van liefde bent. Heer, en ondanks het feit dat we niet alles kunnen begrijpen. U niet kunnen begrijpen, uw grootheid niet kunnen bevatten, uw wijsheid niet kunnen bevatten. Heer, ondanks dat schreeuwt alles in de schepping. Dat u bestaat. In onszelf schreeuwt misschien die stem. En uw uitnodiging die zegt: kom, laat je niet langer verleiden, laat je niet langer van dat pad afhouden. Geef je leven. Dank u wel, Heere Jezus, dat, dat u naar deze aarde bent gekomen om met uw leven de prijs te betalen voor, voor onze zonde, voor mijn zonde. Voor mij bent gestorven zodat ik kan leven. Niet alleen hier en nu, maar zelfs over de grens van de dood heen. Heer, en dank u wel dat dat nog steeds, ook nu in 2019, is wat u aanbiedt aan ons allemaal. Nieuw leven, hoop, vrede, thuiskomen. En dat is niet alleen maar een leven van rozengeur en manenschijn, want we leven in een gebroken wereld. Maar dat is een leven waarin deze gebrokenheid troost is, en hoop is, en uitzicht is, en liefde is. Ik wil u zo bidden, Heer, als voor alle mensen die hier zitten: u kent ons leven, u kent ons hart, u kent onze verlangens. Als het ons verlangen is om deze keuze vandaag te maken, dat u ons ook de kracht zal geven om dat kenbaar te maken. Voor u, voor onszelf. Dat ons leven vanaf dat moment ook daadwerkelijk zal mogen veranderen. Ik wil jullie vragen allemaal nog een moment je ogen gesloten te houden. Als jij hier en nu die keuze wil maken om je leven in Jezus hand te leggen, zijn offer te aanvaarden en Hem te willen gaan gehoorzamen. Maak dat dan kenbaar door even oogcontact te maken en duidelijk je hand op te steken. Wie wil die keuze vandaag maken? Om Jezus te volgen. Dankjewel, ik heb jullie hand gezien. Dankjewel, ik heb ook jullie hand gezien. Ik heb ook jouw hand gezien daar achterin. Dankjewel, ik heb ook jullie hand gezien. Dankjewel helemaal achterin en daar, ik heb je hand gezien. Ook hier beide, ik heb je hand gezien. Dankjewel, ik heb ook jouw hand en jouw hand gezien. Dankjewel achterin twee, ik heb je hand gezien. Dankjewel, ik heb ook jouw hand gezien hier. Dankjewel achterin en daar achterin. En helemaal daar tegen de achterhand en daar ik heb je hand gezien. Dankjewel, ook daar helemaal achterin. Ik heb je hand gezien. Wil jij de keuze maken? Dankjewel. Ik heb jullie hand ook hier gezien. Om Jezus te gaan volgen. Maak dat dan kenbaar door je hand duidelijk op te steken. Dan wil ik graag voor je bidden. Liefdevolle Vader, ik wil u zo danken, Heer, voor alle mensen die hun hand hebben opgestoken en daarmee het verlangen aangeven. Heer, om u te gaan volgen het offer aanvaarden wat u ook voor hen specifiek heeft gebracht. Heer, omdat u van hen houdt, hoofd voor hoofd, u kent hun leven. En ik wil u zo bidden, Heer, of u in het leven van al deze mensen wilt uitwerken wat u belooft. Dat u, Heere God, voor hen een vader zult zijn. Dat u, Heere Jezus, voor hen een helper zult zijn. Dat ze daardoor hoop en vrede mogen ontvangen... Dat ze uw liefde mogen gaan leren kennen. Wil u zo bidden, Heer, of ook in de dagen die volgen, de weken die volgen, u wilt doen in het leven van deze mensen wat u belooft. Wanneer het een oprechte keuze van het hart is. Dat ze u willen volgen en u willen gehoorzamen. Wilt u ze helpen in die zoektocht, in, in, in het verder ontdekken wat dat inhoudt. Heer, dank u wel dat u van ons houdt. En dat u er zo naar verlangt om uw liefde aan ons te geven. Dank u wel voor die enorme gaven die u ons wilt geven. Heer, ik wil u bidden voor de mensen die misschien wel hun hand wilden opsteken, maar niet durfden. Heer, u ziet ons hart aan. Ik wil bidden voor de mensen waarvoor het misschien nog te vroeg was. Heer, ik wil u bidden of u ook in hun leven uzelf bekend wilt maken. Heer, ik wil u bidden voor de mensen die ooit deze keuze maakten, maar voelden dat ze afgegleden zijn. Heer, wilt u ze opnieuw aanvuren om achter u aan te gaan? Heer, en alle dingen van het leven onbelangrijker te vinden dan het kennen en volgen van u. Heer, dank u wel dat u ons zegent, ook vandaag hier. Heer, daar willen we u voor danken. Uit genade. Amen.